Robert Ruiter, wat is jouw gevoel na deze nederlaag tegen FC Lienden? Ja, bij elke nederlaag ben je teleurgesteld, maar bij deze nederlaag ben je zwaar, zwaar teleurgesteld. Het was natuurlijk een wedstrijd waarin je een heel seizoen goed kon maken. Want bij winst had je voor 90% veilig geweest in mijn ogen. Ja, en dat dat dan zo'n verloop geeft, dat is zuur. Weet je? Het is een hele wedstrijd eigenlijk een oneerlijke strijd geweest. En dat je juist dit soort momenten in zo'n beladen wedstrijd hebt waar er zoveel van afhangt. Ja, dat geeft nog een extra teleurstellend gevoel, ja. Ja. Je doet dat op de scheidsrechter, de vroege rode kaart, de penalty die je tegenkrijgt. Het buitenspeldoelpunt, waar een luchtje aan zat. Ja, weet je, in eerste instantie moet je de oorzaken altijd bij jezelf zoeken. Die scheidsrechter was zeer overtuigd. Nou, kijk, als hij een bal de goal uitslaat, vind ik het een ander verhaal. Maar hij had niet eens tijd om te reageren. Hij had zijn hand voor zijn lichaam, volgens mij. Ik wil die beelden heel graag terugzien. Maar hij weet donders goed wat hij zelf voelde. Nou, dan vind ik een penalty zwaar gestraft al. Maar een penalty en een rode kaart vind ik helemaal nergens op slaan. Ja, en dan is de strijd oneerlijk. Hou je jezelf in de wedstrijd? Maak je een goal met z'n tienen? Stond het in mijn ogen dusdanig dat ze weinig creëerden? Wisten de oplossing niet te vinden? Nou, dan kies ik eerst de kritische blik naar onszelf, van als je dan een minuut voor rust het risico neemt om te stappen op een bal waar geen druk zit, dan vind ik naïef. Maar het maakt extra zuur als mijn cameramensen die de beelden terug hebben gezien overtuigd zijn van het feit dat het wel buitenspel was. Blijf ik zeggen, dat risico moet je niet lopen, je moet niet stappen als er geen druk op een bal zit. Maar dat die twee momenten, 1-1 met de rust en een strijdplan maken, of 2-1 achter met 10 man de rust en een strijdplan maken, is ook net even wat anders. Ja, en dan weet je ook dat ze met 11 man, 3-1, weet je wel, dan gaan ze wat makkelijker voetballen. Houden ze organisatie, zijn ook berensterke gasten hoor, eerlijk is eerlijk. We hadden niet heel onwijs voor in te brokkelen ook, want het zijn allemaal goede voetballers. En dat het de afgelopen tijd geen team was. En dat het ook een aantal keren zeker niet mee heeft gezeten. Als ik het commentaar van Kaai in zijn beschouwing mag volgen. Het zal allemaal wel. Ze stonden onder ons. En nu staan ze boven ons. Met nog Achilles hebben ze voor de boeg. Dus die gasten inhalen, dat wordt nog een hele kluif. De komende twee potjes. Is het geloof er nog wel dat jullie die promotiedegradatie kunnen ontlopen? Nou ja, goed, dat geloof. Weet je, je moet winnen volgende week. Je moet uit de Hardenberg winnen. En dan ben je nog steeds een beetje afhankelijk van wat er om je heen gebeurt. Treffers wint bij GVV. Nou, die spelen ook al weken nergens meer om. Geven alles weg. Dan ben je nog steeds afhankelijk. Maar ja, vandaag wilden we echt 90 minuten. Een heel seizoen in 90 minuten stoppen. Alleen deze oneerlijke strijd. Dat werd een stuk lastiger. Ik hoop dat we het nog één keer op kunnen brengen volgende week. Ja, en als dat geen 3 punten oplevert, dan denk ik dat je je lichtelijk moet gaan voorbereiden op een toetje. Wat misschien op voorhand, als je er naartoe gewerkt had, best lekker had geweest. Maar als je al zo lang met zoveel andere spelers, zeg maar, probeert je veilig te spelen, dan wordt het een hele mentale kluif om de boel weer op te laden. Maar nogmaals, we hebben voor hetere vuren gestaan. En ik ben er ook van overtuigd dat we dan weer op zullen staan. Maar er zijn eerst nog 6 punten te verdelen. En nogmaals, die eerste 3 moeten we pakken volgende week, anders is het klaar. En dan moeten we ons gaan voorbereiden op de na-competitie. Dus we weten wat ons te wachten staat. Je zegt het al een beetje, een vaak wisselende samenstelling. Nu, vorige week dat incident dan met de keeper. De club heeft gezegd, nou, we willen daar eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. We zijn nu een week verder. Maar wat doet zoiets met de groep zelf? Nou, niet zo gek veel. De groep heeft alle vertrouwen in de club. En in het management en in het beleid. En die kennen Brian ook heel goed. Dus daar is redelijk gelaten op gereageerd. Alleen iedereen had zeker het besef wat er vandaag moest gebeuren, hè, en wat er vandaag op het spel stond. Dus dat heeft, kijk,
deze twee scheidsrechterlijke beslissingen heeft natuurlijk totaal geen, wat voor week we ook gehad hebben, heeft daar geen invloed op. Koppen stonden goed, we goed getraind, besef was er, warming up was scherp, spanning was goed in de kleedkamer. Vond de wedstrijd aanvang was ook niet verkeerd. Het was zeker niet zo dat Linde de betere partij was tot dat moment. Zeker niet. Het was gelijk opgaand, zeer open. Dus ja, zo'n incident vind ik, dan moet je gaan zoeken naar oorzaken. Dat vind ik te ver gezocht. Wat is dat voor jou als trainer dan, dat jouw vaste keeper wegvalt? Ja, weet je, op het moment als je in overleg met elkaar beleid bepaalt, een selectie samenstelt, keuzes maakt, dan moet je daar met elkaar achter gaan staan. Dus ik sta er ook gewoon volledig achter. En ik wilde voor de rest ook geen woorden aan vuil maken. En op het moment als ik, mijn tweede keeper is in Amerika, bij me gelukkig Hegarty. Daar ben ik hartstikke blij mee. Ik vond dat hij het ook zeer verdienstelijk deed vandaag. Maar op het moment als ik Hegarty niet had gehad, en de A1-keeper was ook geblesseerd en we hadden terug moeten vallen op de A2-keeper, dan had ik ook nog steeds achter die beslissing gestaan. Want er zijn gewoon normen en waarden binnen deze club. En ik werk voor deze club, ik heb 2 jaar verlengd bij deze club. Ik schaar me achter deze normen en waarden. Ik voel me één met deze club, dus ik sta ook achter deze beslissing. Dan die laatste 2 wedstrijden die nog gespeeld moeten worden, volgende week te beginnen tegen HHC. Gaat Lisse dat de tijd toch nog keren? Ja, we moeten gewoon 6 punten pakken. We moeten er 2 winnen. En eerlijk is eerlijk, de Treffers en Rijnsburg, dat waren ook niet de minste. En die hebben winnend weten af te sluiten. Dus dat geloof, hè, nu is de teleurstelling even heel erg groot. Maar dat geloof moet ontstaan deze week. En we moeten gewoon messcherp in Hardenberg zijn. En uiteindelijk de laatste thuiswedstrijd messcherp. En daar ben je nog steeds afhankelijk van. In deze fase, denk ik. Zeker als de Treffers ook gewoon wint bij GVV. Maar daar moeten we voor gaan om het toetje te ontlopen. Daar veel succes bij wensen. Dankjewel.